Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mij Hans de Best. En vandaag doen we een potje zombies. Of tenminste, er is een nieuwe update bij Call of Duty Mobile. En dat is zombies, dus we gaan lekker een potje zombies doen. Als je dit nou vaker wilt zien, laat het weten. En dan gaan we even lekker een potje zombies doen. Ik vind het eigenlijk best leuke game mode, want ja, zombies is altijd wel leuk. Nou, even quick revive kopen. Dit wat ik nou speel is dat je, zoals je later in het potje kunt ook wel kunt zien. Je hebt 8 waves. Ze worden steeds moeilijker en als de 8 waves voorbij zijn, dan hoe heet het? Dan krijg je eigenlijk een soort eindbos. En die is niet zo al te lastig, maar moet het wel, is wel veel moeite. Het is, waarschijnlijk ga ik ook wel een keertje dood. Oh. Zo. En zoals je rechts bovenin ziet, kun je ook zien waar de zombies zijn. Die heb ik al redelijk wat gekocht, dus. Dat moet ergens hier zijn. Ja, en dan trekken we de volgende ronde. De eerste twee rondes kun je meestal wel met je beginwapen doen, maar dan moet je echt langzamerhand gaan upgraden. Oh, hey. Kijk, zoals je ziet, het doet niet meer al te veel. Maar het valt nog best wel mee. Ik kan een beetje meer handpistols schieten, dus ook wel mooi. Hij staat op medium. Maar medium kan ook wel best lastig zijn. Is het denken. Oh, hij zit er. Oh ja, wacht, je kunt hier naar. Ja, hij heeft ook wat. Kun je hier naar beneden. En als je zo te zien, zit beneden de box. Mystery box. Een sniper. Kleurrol, haha. Ik heb nog eigenlijk nog 0 keer. Ja, dit is wel een lekker wapentje. Kan iemand me ooit een keer vertellen in de comments hoe je op een Samsung dat opneemprogramma de chat kan uitzetten? Want ik heb heel vaak dat je nog de chat ziet. Of tenminste de chat meldingen. Dat vind ik vrij irritant. Maar in ieder geval. We hebben nu een shotgun en een machine gun. Of een light machine gun denk ik. In ieder geval. Oh, honden. Nee, geen sniper. Dat is altijd leuk. Altijd leuk om dat. Als je een wapen hebt. Ja, hij heeft die hier gewoon, hè. Max ammo, nice. Maar ik wil eigenlijk. Ja, zit hier in de hoek.
even een milk gaan halen. Kijk, zo goed zijn die shotguns. Nice. Ja, klaar. Kijk, we hadden gewoon helemaal niks van. Zo. 5 zombies left. Nou, even reloaden. Even milkiek. Hoe heet het ook weer? Even de naam kwijt. Oh, dus double tap. Nee, ik hoef geen double tap. Ik moet de andere hebben. Ik zit even te kijken waar het. Ik zit even te denken waar dat zit. Zo, ik ga nu. Even het belangrijkste halen. En dan zit hier. Dat zijn die stikgranaten. Deze gaan we redden. Nou, als je ziet zijn onze teammates niet al te best. Nou, deze wel, maar die andere niet. Thanks. Max ammo. Nou, de laatste twee. Zo, helemaal leuk. Ja, voor mij zit hier rechts bovenin. Cool, die zijn ook wel chill. Zo. Zo. Ho, 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 ho. Even rennen. Tripwire. Dood. Hoe was dat het hier? Nee, hier zit speed kolen. Ja, daar heb ik ook niks aan. Trouwens. Speed kolen is voor mijn shotgun wel zo handig. 3 keer. Man zombie left. Even een beetje reloaden. Nou, als je ziet de boss round. Dus die komt eraan. Gaat zo beginnen. Rapid reload. Attack. Increase damage. Dit. Cancel. Dit mag sowieso omhoog. Ah, oké. Even nog wel een beetje geld sparen. In 16 seconden begint de boss round. Dus even zorgen dat alles reload is. Nee, nee. Ik zit ergens onderin tegenwoordig. In ieder geval, we gaan nu naar de boss round. Dit is de bos. En
op zijn hoofd schieten. En in het begin, zoals je ziet, zie je van, hey, willen ook een RPG. De eerste keer willen ze een RPG schiet. Jeet. Ja, hey. Oh, ho. Ja. Nee, je hebt een revive. Rennen. Krijg je geld gewoon. Jeet. Die tripwires, ik weet niet hoe goed die zijn. Oh, die zijn nog beter. Oh. Ja, dan krijg je die caseballen. Die skullballen. Die doen pittig voor damage, maar... Oh. Ja. Het gaat niet echt goed. Die jongen. Take that. Ja, ik ga de RPG halen. Ik heb de RPG. We gaan. Ja, opdoof. Hij is immuun. Zeker. Schild. Kijk eens maar. En nou kun je onder de grond dekken. En dit is echt. Echt een wapen. Tripwire. Achter me. Rennen van mijn leven. Zo, tripwire. Fijn als je ook van die... Ik denk dat ik niet ga redden, maar... Want ik heb geen teammates. Ik kan hier alleen een beetje rondjes lopen. En dan hoop ik dat ik met een tripwire raak.
Ja, voordat ik verstild ben, maar... Even concentratie omhoog. Soms damage. Zo, mijn tactics works. Je ziet een heel te klein stukje vanaf gaan. Maar het revive is not enough. Dat is wel lastig, ik probeer echt in leven te blijven. Ik hoorde die teammate niet zien dan wel. Ik hou mijn potje gewoon in stand. En bijna dood. Maar het is een leuk potje, zeg. Wie spinning round? Kom ik dood, dat weet ik niet. Kan ik het twee per keer? Oh nee, ik kan het al heel tijd twee per keer. Alleen ik laat het niet genoeg herladen waarschijnlijk, dat ik het twee per keer kan. Probably dead. Minute left. I have all in on it. Nice! Even nog gewoon voluit geschoten om hem echt gewoon dood te krijgen. En we got him. Tenminste. Eerder, I got him. En hij heeft een beetje afleiding gezorgd. Of ja, ik trouwens ook. Ik was de meeste afleiding. Ik heb 300 van die rondjes moeten lopen om hem af te leiden. Dus ja. In ieder geval, we hebben het behaald. Ik heb heel veel damage gedaan.
En dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Call of Duty Mobile. We krijgen ook nog leuke rewards. Als je het nou wil vaker wilt zien, doe dan een duimpje omhoog, abonneer en laat het zeker achter in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van Call of Duty of iets anders. Bye mensen.